Hoe kun je makkelijk online geld verdienen? Dit is het onderwerp dat ik vandaag ga behandelen. Ik ben Renaud Wiel van het kanaal Sputnik. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en computer how-to's. En dit wordt een lange video waarin ik jullie stapsgewijs ga uitleggen hoe je dit kunt doen. Makkelijk online geld verdienen. En het is via affiliate marketing. Perfect! Met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. De beste site die ik ken is Clickbank. En Clickbank, als je hier op Marketplace klikt, kun je allemaal onderwerpen vinden die affiliate programma's hebben. En de link staat in de beschrijving voor als je lid wil worden. Wat ik doe, en ik ga jullie gewoon alles laten zien. Ik maak bijvoorbeeld op Canva. Canva maak ik Pinterest pins. En dat kun je gewoon allemaal van scratch maken. Ook Canva staat de link van in de beschrijving. Zoals je kunt zien heb je hier gewoon allemaal voorbeelden. En dan kies je gewoon een hele mooie uit. Die dan overeenkomt met je computer internet of business investering. Betting systeem, artiesten entertainment. Wat grote niches zijn is bijvoorbeeld afvallen in Amerika. Cooking is ook heel groot. Computer en internet is natuurlijk ook heel groot. Dus als ik bijvoorbeeld cooking, wine en food zou doen, dan komen hier allemaal affiliate links. En dan kun je het hier op promoten klikken. En wat je dan doet, dan maak je een Pinterest pin op Canva of een andere site, maakt niet zoveel uit. Ik zou zelf Canva doen, of Snappa kan ook. Snappa vind ik ook wel een goeie. En dan maak je, nou, dan zoek je op eten. Pinterest pin eten. En dan ga je een beetje kijken. Dus Keto Sweet Cooker, Keto Resources, Fat Burning Kitchen. Dus dat is ook weer fat burning. Dus afvallen. Motelic Cooking. Hier, een plant-based recipe cookbook. Dus vegan recipes. Dus dan maak nou hier, healthy snack, curry dishes. Dan doen we hier vegan. Oké, eten. En dan gaan we naar beneden. Salmon, say yes to health. Dan heb je dus een mooie Canva afbeelding, Pinterest afbeelding. En die kun je nog een beetje bewerken, op allemaal manieren, de achtergrondfoto veranderen. Ik zou de layout wel een beetje hetzelfde houden, want dat is wel opvallend. Bijvoorbeeld de kleur veranderen, een beetje opvallende kleuren gebruiken. En dan, dan laat ik nu even zien. Dan download ik hem. Als PNG, downloaden. Oké. En dan ga ik naar Pinterest. En dan doe ik een pin maken. Ik heb nu Pick a View, Travel Photography, want ik ben bezig met het onderwerp travel. Maar ik laat jullie nu even snel iets zien. En dan voeg je natuurlijk de pin toe. Downloads. Say yes to health. En dan zeg je vegan recipes. En dan vertel je er iets over. Best vegan recipes. Recipes. En dan kijken we nog even goed wat erbij staat. 150 delicious recipes. Best vegan recipes. Cooking book. Over 150 recipes. En dan voeg je de URL toe.
Dus dan klik je hier op promoten. Creëer de hoplink. Dan kopieer je deze. En die voeg je hier toe. En dan kun je hem publiceren. Wat je ook kunt doen is op Quora. Het is een forum, een zagenvrij vragensite. Bijvoorbeeld vegan recipe. Recipes cook king. Vegan cooking. Cooking. Alle vragen. Nou, hier vindt hij dan niet echt iets op, maar als ik vegan. Alle categorieën. Ik zit nu in het Nederlands, maar ja, je zou ook in het Engels kunnen doen. Je kunt hier gewoon op je profiel instellingen. Taal. Kun je dus elke taal kiezen, hoe de vragen worden gesteld. En als je dit dan allemaal opzet, kun je bijvoorbeeld Engels vragen. En dan zoek je dus vegan recipes op. Nou, ik doe het nu in Nederlands. Dat komt er wel. Ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik hiermee bedoel. Dan zoek je dus de vraag op bijvoorbeeld how to cook vegan. Dit is ook een vraagsite. Nou, het duurt wel een tijdje voordat je een goed onderwerp vindt, zoals je kunt zien. How to vegan. Vegan. Hier, veganistisch eten en koken. Nu kun je een beetje zo door de vragen scrollen, een beetje zoeken naar een vraag die relevant is en daar een antwoord op geven met een link naar je Clickbank van dit vegan kookboek is te koop. En wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld Bitly gebruiken om, de Bitly is eigenlijk een site die je URL shrinkt, maar dit werkt alleen niet op Pinterest, op Quora wel. En wat ik daarmee bedoel met shrink is dat hij eigenlijk de link, want dit is best wel een grote link. Die heb je hem net gezien hier zo, best wel een grote link. En dan staat er ook bij Clickbank enzovoort. Kun je dan hier zo een Bitly link van maken die dan korter is. Dus als ik hem hier zo zou doen, shorten. Dan krijg ik een Bitly link, die kan kopiëren. En dan kun je ten eerste achterhalen hoeveel kliks er zijn geweest. Maar ja, dat doet Clickbank ook. Maar ten tweede heb je bijvoorbeeld op Quora, heb je dan aanzien dat het niet een Clickbank site is. Wat je ook kan doen is Adfly gebruiken. En wat Adfly doet is hetzelfde, maar dan zit tussen die klik naar de pagina van de affiliate marketing en de Quora, want op Pinterest werkt het niet, zit nog een reclamepagina. En dan verdien je dus sowieso, als iemand klikt op die link, verdien je al een bepaald percentage doordat ze op die reclamepagina komen. En dan na 5 seconden kunnen ze wegklikken van die reclamepagina en komen ze op je affiliate link. Dus dan verdien je eigenlijk dubbel op. Alle links staan in de beschrijving en ik hoop jullie hiermee genoeg geïnformeerd te hebben. Check ook mijn andere video's en ik zie jullie terug op mijn andere video's.